Vrijwel elke ondernemer heeft last van de coronacrisis. Maar wat nou als je juist net met een bedrijfje bent begonnen? Is er dan überhaupt nog wel een toekomstperspectief? In elke aflevering brengen we een bezoekje aan Startup Nijmegen. De plek waar startende ondernemers net dat extra steuntje in de rug krijgen. Vandaag spreek ik met Thomas Thuisman en Laurens-Jan Bovens van het bedrijf Relay. Zij houden zich bezig met kunstmatige intelligentie door bedrijven te optimaliseren met algoritmes. We zijn in april zijn we officieel begonnen, maar daar gaan natuurlijk heel lang voorbereidingen vooraf. Dus we waren een half jaar bezig. En op het moment dat we ons inschreven in de KVK, toen begon het echt helemaal. Toen werden we zelfs bij de KVK een beetje uitgelacht van stel je voor, je zou nu maar een bedrijf beginnen. En op dat moment zaten wij midden in de acquisitiefase. Dus toen waren we al bezig, maar toen zagen we op dat moment ook dat die hele acquisitiefase waar we mee bezig waren, die schoof eigenlijk een beetje naar achter. Mm-hmm. Voornamelijk omdat bedrijven heel bang zijn op dat moment keuzes te maken om een lang traject bij ons aan te gaan. Ja, en toen op een gegeven moment toen kwam het coronavirus kwam in Nederland. Het ging echt super snel. Niemand zag het volgens mij echt aankomen. Ja, eerst ben je denk ik nog naïef en dan denk je van nou, het zal wel meevallen. En dan hoor je gewoon de gesprekken die je hebt met de klanten, dat die zeggen van nou, hè, zullen we maar opschuiven? Of nou, we vinden het heel interessant, maar laten we praten als dit allemaal over is. Ja. En zoals Laurens zegt, dan heb je op een gegeven moment een aantal gesprekken die gewoon afgelast worden. En dan komt het dus wel ineens binnen, denk je, oh shit, het raakt ons ook. Mm. En het gaat toch allemaal langer duren dan je denkt. Dan krap je wel eens achter de oren en dan neem je eens contact met de kop en zeg je, goh, was dat wel eens een goed idee? Ja, dat gebeurde ook in anderhalf week tijd, in twee weken tijd, dat al onze afspraken op dat moment, die werden allemaal naar achter geschoven. Toen was het wel even een domper natuurlijk. Maar, mm-hmm. Ja, natuurlijk ook een soort van investering wel in het bedrijf, een grote investering. Ja. Ja, wat voor actie heb je toen eigenlijk ondernomen om het toch een beetje op peil te houden allemaal? We hadden in principe onze investeringen waren in eerste instantie waren alleen maar tijd. Dus wij hadden bijvoorbeeld geen productielijn die ontzettend veel geld heeft gekost. Wat ervoor zorgt dat we gedurende deze periode wel gewoon flexibel konden blijven. Dus voor ons was het eigenlijk een moment dat we zeiden van oké, nou goed, de klanten laten even op zich wachten. Maar we hebben wel aan de achterkant nog heel veel softwarematig wat wij zelf op kunnen bouwen. Dus een nadeel was, er waren even geen klanten, maar het voordeel was dat je aan de achterkant heel veel tijd hebt om je software op orde te krijgen, om alles op te bouwen. Dus al met al was het voor ons niet zo heel erg. Mm-hmm. En je hebt het nu over software. Ja. Was er eigenlijk nog vraag naar jullie service? Ja, we zijn gewoon doorgegaan. Mm-hmm. Dus we zijn gewoon bezig geweest met andere bedrijven benaderen en doorgaan. En het bleek dat na de eerste paar weken dat de schrik er op een gegeven moment uit was. En dat bedrijven nog steeds wel stonden te springen om de software en om de kunstmatige intelligentie. En we hebben vooral onze pijlen gericht op de medische sector. Juist omdat er nu hele grote druk op staat. En omdat wij geloven dat met kunstmatige intelligentie je die druk er wat af kan halen. En de sector kan helpen om meer aan te kunnen en die capaciteit te verlichten. En dat bleek inderdaad een gouden... Gouden kans. Ja, de druk op de medische sector was er wel al heel lang. Dus je zag natuurlijk de vergrijzing en dat soort dingen. En voor ons is het echt een doel om de juiste patiënt bij de dokter te krijgen. Mm. En nu met de coronacrisis heb je natuurlijk een perfect podium om te zien van oké, inderdaad, we hebben een hele grote druk op de IC's. We hebben oversterfte, hoe krijgen we op dit moment de juiste patiënten naar de dokter? Dus dat was voor ons wel een goede kans, moet ik zeggen. Dus eigenlijk heb je gewoon door de hele situatie een gat in de markt gevonden? Ja, het werd wel heel evident dat een gat in de markt was. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je uit deze periode superveel hebt geleerd op een manier hoe je een bedrijf moet beginnen en waar je heel erg op moet letten. Zijn er nou echt tips die je kan meenemen voor mensen die een onderneming willen beginnen? En misschien ook wel nu. Zijn er tips voor die mensen? Ik denk de meest overduidelijke is gewoon blijf flexibel. Mm. Zeker, ja goed, dat is natuurlijk makkelijk praten. Maar als je ziet, juist omdat onze kosten heel laag waren, dat we het gewoon heel lang kunnen uitzingen. Dus dat we kunnen zeggen van nou, het is heel jammer dat we op dit moment dat alles een beetje opgeschoven is. Maar als je flexibel blijft, dus niet onnodig kosten gaan maken, dan zie je dat je toch nog stiekem heel lang vooruit kunt. Oké, dus die verschuivingen die jullie nu meemaken, daar moet je gewoon veel rekening mee houden. Exact, ja, verwacht geen korte termijn winst of een gevulde bankrekening. Want het is geen sprint, maar het is een marathon.